Voor boekenbal zijn allerchicste jurk van staal. En dat mocht ook wel, want een vlucht regenwulpen, de kroongetuigen of de ortolaan. We hebben thuis al zijn boeken staan. Hij schrijft erg mooi, maar kleedt zich wat apart. Dames en heren, Maarten het Hart. Alweer Maarten. Maarten. Maarten, je kan je voorstellen dat ik een beetje flabbergasted ben als ik jou hier in dit fantastische ensemble van Govers zie. Dan denk ik, moet ik Maarten zeggen? Martin, Maartje? Martine, hou het maar op Maarten. Ja. Je hebt wel alle kranten geloof ik gehaald met jouw verschijning op het boekenbal. Het was niet de bedoeling. Ik bedoel, ik wou daar echt anoniem rondlopen zonder dat iemand zou merken wie ik was. Maar had je die jurk zelf genaaid? Die had ik laten maken. Maar je eigen ontwerp? Ja, wel eigen ontwerp. Ja? En de pruik had je al? Had ik al. Ja. Was dit de eerste keer dat je als vrouw jezelf manifesteerde? Het was de eerste keer dat ik als vrouw in de openbaarheid zo rondliep, jazeker. Ja? Maar deed je dat wel vaker? Had je wel Als kind van 4 wou ik al meisjeskleren aan. Ja. Ja. Maar deed je dat ook wel voor... Nee. Het eerste waar ik mee begonnen ben, toen ik 1 jaar of 7 was... was dat ik met een rood kleurpotlood mijn nagels rood maakte. Maar dat was ook alles wat ik durfde. En verder ging ik ook niet. En dat deed ik alleen als er iemand thuis was... En dan was ik als de dood zo bang dat iemand thuis zou komen en dat zou zien. Dus ik stond altijd heel dicht bij een kraam om het er meteen weer af te boenen. Ja. Je hebt in interviews heb je wel eens verteld hè, dat je daarvan droomde. Zeker. En je hebt erover geschreven ook. Heb je nou het gevoel dat je nou iets doet wat je al heel lang wilde? Ik heb het gevoel dat het misschien nuttig is om het te doen. Omdat er toch een taboe op dit fenomeen is van travestie en je hullen in vrouwenkleren. Wat ik merkwaardig vind, want... Vrouwen mogen alles dragen wat mannen mogen dragen. Ze kunnen hun haar laten knippen in coupe garçon en alles wat... Lange broeken dragen. Alles wat mannen mogen, mogen vrouwen ook. Ze mogen zelfs stropdassen dragen, wat het meest gevoelige kledingstuk is wat er voor de man bestaat. Ja. Maar omgekeerd mag een man mag geen vrouwenkleren dragen. Daar is een taboe op. Dat is belachelijk natuurlijk. Merkte je ook op het boekenbal, toen mensen je gingen herkennen, hé, dat is Maarten het Hart? Ja, ongeveer. Ik kwam om 9:30 en rond 10:30, 10:45 begonnen de eerste mensen het te zien. Ja, en wat waren de reacties? Dat viel me erg mee. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik dacht, misschien word ik uitgelachen, misschien word ik voor gek verklaard, misschien word ik opgejaagd. Maar dat was helemaal niet zo. Iedereen kwam naar me toe en zei, wat is het prachtig of wat zie je er mooi uit. Vooral vrouwen, die waren er in het algemeen zeer van gefascineerd. Heb je nog een dansje gewaagd die avond? Ik heb gedanst met Tessa. Ja, en ik werd... met een dame? Ja, en ik werd door Jan Fontijn gevraagd om te dansen. En dat vind ik achteraf jammer dat ik dat niet gedaan heb. Oh, dus dat zou je wel doen? Ja, dat zou ik wel doen. Is het voor jou nou ook een kwestie, is het ook een seksuele kick? Nee, het heeft iets met te maken met het feit dat ik al van kind af aan denk dat ik toch, zoals die regel van Kloos luidt, ik ben een god in de diepste van mijn gedachten, zo denk ik. Altijd al, ik ben een vrouw in het diepst van mijn gedachten. Maar betekent dat ook dat als je kleren aan hebt, zo dameskleren zoals nu, dat je het liefst, dat je ook door mannen het hof gemaakt wil worden? Nee, dat zou ik geloof ik niet prettig vinden. Dat is nee. Nee, ik heb ook begrepen uit boeken over travestie, hè, dat, laten we zeggen, de schattingen zijn heel moeilijk te maken, maar dat 1-4% van de Nederlandse mannen houden van om zich in... dameskleren te hullen. Maar ze zijn allemaal prettig getrouwd, hebben kinderen. En willen toch niet iets met andere mannen? Nee. Jij ook niet? Dat heb ik ook absoluut niet. Maar toch heb je nog iets te verklaren, Maarten. Hè? Je hebt vooral, laten we zeggen, een aantal jaren terug heb jij echt vreselijke dingen over vrouwen geschreven. Ja. De vrouw bestaat niet en ik kan nog 1000 citaten noemen en zo. Je hebt de feministen aangevallen. En dan zit je goddomme hier zelf in een leuk kokerrokje. Dat kan toch niet? Nee, maar het is toch duidelijk. En nu kan ik het ook wel onthullen, want de ijstijd van het feminisme ligt toch al ver achter ons. Al heb je dan nog een relict over in de vorm van Renate Dorrestein, zoals we afgelopen zondag hebben kunnen zien. Bij Adriaan van der Meer. Ja. Maar in het algemeen ligt die ijstijd achter ons. En het is duidelijk, ik ben gewoon jaloers op die dames. Heel altijd erg geweest. Altijd geweest. En daarvan heb je het en door... daar kwam dat hele antifeminisme vandaan. Ja, dat kan ik nu wel onthullen. Ik moet je zeggen, ik zag je dus op een filmpje van het boekenbal. Ik zag je in het NRC Handelsblad staan. En ik moet zeggen, als je als vrouw bent, dat je iets ja, het klinkt bijna clichéachtig, maar dat je iets zachts krijgt. Dat je iets gelukkigs over je heen hebt. Ja, een vriendin van me zei op het boekenbal, je ziet er zo lief uit. Ja. Maar voel je je ook beter als vrouw dan als man? Ik voel me wel, ik voel me meer zoals ik ben. Laat ik het zo stellen.
Ben je ook een andere persoon? Heb je ook andere karaktertrekken of niet? Nee, maar ik heb van nature al. Ik lijk ontzettend in karakter en gedrag en alles op mijn moeder. Dat weet ik al van kind af aan. Dus in die zin ben ik heel duidelijk heel vrouwelijk van inslag. Maar als man sta je nogal bekend als iemand die erg op de centen let. Ja. En toen ik jou in die fantastische avondjurk zag op het boekenbal, dacht ik, dat heeft een lieve duit gekost. Dat kon je niks schelen. Ja, dat is krankzinnig. Ik heb als vrouw een ongelooflijk dure smaak. En dat... Ja? En dat kan me niks schelen. Maar als ik jou nou zo vergelijk met Geert, met Helen, hè? Ja. Dat is toch, ja, ik bedoel, dat is extravaganza. En jij bent toch een beetje iets tussen de koningin en Margaret Thatcher in. Ja, ik... Toch? Ik zou kunnen solliciteren als directiesecretaresse. Ja, is dat ook een type waar je een beetje... Ja, ik geloof dat ik dat wel zo'n hele deftige, keurige mevrouw, een hele deftige dame. Dat is jouw... Dat was de... Ja, die er echt met de allerbeste en allermooiste kleren uitziet. Nou, zo iemand als Joan Collins vind ik ook prachtig. Die heeft ook altijd ongelooflijk mooie en dure kleren. Type. Nee, type. Nee. Vind ik geen secretaresse type Joan Collins, jij wel? Nee, dat is tenminste niet als ze in beeld is. Ja, dus dat weet ik ook niet. Maar kan je nou... Als ik jullie twee zo zie, hè? Ja, Jeltje... Hier val ik bij weg. Heb jij wel eens een broek aan, Jeltje? Jawel. En krijg je daar nooit opmerkingen over? Nee, nooit. Kijk, zie je eens even. Hè? Ja, dat is het verschil. Dat is het verschil. Dat is krankzinnig natuurlijk. Ja. Nou. Maar jij bent eigenlijk, laten we zeggen, als ik jou nou vergelijk zo met Helen daar, hè? Ik bedoel, jij hebt een... Zijn die fijne borsten van jezelf, Mark, of niet? Nou, dat is toch niet helemaal... En draag je ook dames lingerie, of niet? Nee, want dat is al direct veel te warm. Dat is wel te warm, heel goed. Maar als ik jou nou kwijt... Helen, als jij nou naar Maarten kijkt, hè? Mm-hmm. Wat denk jij dan? Ja, het is geen uitgaanster nu. Nee, maar kijk, met zo'n pakje zou ik gezellig de aardappels staan te schillen. Ja, maar trek jij zo'n pakje aan of niet? Het is zoals ik zeg, als ik de afwas doe of aardappels staat te schillen, dan trek ik zoiets gerust aan. Ja, maar dat... Nee. Maar luister eens, ben jij nou ook een travestiet in de betekenis van het woord? Nou, als je zegt van heb ik een diep vrouwelijk verlangen in me... Wat ik op een zolderkamer al jarenlang heb botgevierd en u in de openbaarheid breng? Nee. Nee, ik ben meer het camp en kitsch type travestiet. Wat het de theatrale kant ervan. Satire naar voren haalt. Echt, je wilt niet echt... Ik ben toch geen vrouw, dat ziet er iedereen. Heb jij wel een opgevulde boezem of niet? Wat is dat? Dat zijn mijn handtasjes. Oh, dat is reuze handig, zeg. Ja, als je vindt dat geen goed idee. Nou, nee. Om al die kamerstukken in op te bergen. Ja. Nu we het daarover hebben, kamerstukken, houdt het nog over? Nou ja, dat ligt aan je smaak, denk ik. Ja? Wie vind jij nou leuke kamergenoten van je? Nou, ja, nou. Ja, je mag komt niet onmiddellijk iets op. Nee. Maar wie zou er nou zo'n goede jurk aan kunnen trekken? Waarvan je denkt, daar gaat hij er een stuk beter uitzien. Nou, bij dat taboe waar Maarten het hard over had, hoort ook dat ik dat niet kan zeggen. Is dat zo? Ja. Ja? Kleed jij je nou ook, laten we zeggen, op je werk? Ik bedoel, wat je nu aan hebt, denk je echt van dat is... Nou, dat heb ik normaal ook naar mijn werk aan. Ik draag heel vaak dit soort kleding, Maar ook wel lange broeken en soms zelfs wel eens een stropdas. Oh, dier, dat mag dus niet van mij. Maar ik heb nooit een jongetje willen worden, hoor. Dus dat niet. Nooit echt? Ja. Nooit echt? Nee? Nee, helemaal niet. Jij zei er straks ook iets heel vreemds, Jan. Stel eens even. Over dat jij zegt van Maarten heeft het stereotype over mannelijkheid en vrouwelijkheid erbroken, zoiets. Je gelooft ook niet in de zuiverste zin des woords dan. Dat je een vrouw bent als je lipstick op doet. En dat je een man bent als je een broek aan hebt, hoop ik. Dat bedoel ik niet. Je mag me best erop pakken, hoor. Want dat bedoel ik ook niet zo. Kijk, ik vind het niet zo dat als een man een jurk aan het beter geen vrouw. Dan ben je gewoon een travestiet en verder toch niks. Je blijft een man. Maar Maarten, wat denk jij dan? Dat... Als jij een jurk aan hebt, dan voel jij je een vrouw. Ik heb het gevoel dat ik dan dichterbij ben bij wat ik eigenlijk ben. Ja. Dus dat beter klopt met hoe ik van binnen in elkaar zit. Dus is het toch niet zo'n helemaal een rare opmerking? Nou, maar dan ga je toch ook gezellig met een pruikje op als man rondlopen en met een jurkje aan. Ik bedoel, je blijft van mij betreft, zoals ik jou zie, een man. Maar. Zoals ik mezelf trouwens ook beschouw, ik ben gewoon een man. Ja. Ja, ik bedoel, laten we geen doekjes ombinden. En nee. Zeker niet, Geert, zeker niet. Nee, ik bedoel, maar wat dat betreft, ik zie bij jou dat het dan meer, laten we zeggen, een soort uiting is van spielerij. En bij Maarten is het toch... Het is natuurlijk heel serieus, ja. Ik kan het niet ontkennen. Maar nog steeds geen feministen. Als ik echt een vrouw zou zijn, zou ik misschien een feministe zijn. Ja, dat denk ik wel.
Je bent er nog niet dicht genoeg bij. Okay. Ja. Maar zijn we allemaal tevreden met ons lichaam waarmee we geboren zijn dan? Ik wel. Jij wel? Altijd geweest? Toch? Altijd geweest. Nooit gedacht, ik zou wel eens een beetje... Ik zou wel eens net zo rank als Maarten het haar willen zijn. Nee hoor. Nooit? Je gaat niet liggen hoor, Jeltje. Nou ja, het meisje van 13. Het kan altijd mooier en beter, maar ik bedoel, ik ben... Een tevreden mens? Ja, ik ben wel tevreden. We hebben een tevreden mens in ons midden. Nou, dat is afschuwelijk. Ik ben niet helemaal tevreden over alles, zoals je eerder al zei. Maar je vroeg of ik tevreden was over mijn eigen lijf. En dat ben ik wel. En daar ben je tevreden mee. Dan wil ik tot slot van jullie weten. Maarten, jij bent zo groot geweest dat je eigen fantasie bent gaan uitleven, uitbouwen. Jeltje, heb jij een fantasie? Nou, ik hou het maar even bij dat mediabeleid in Nederland. Ik zou het ontzettend mooi vinden als er weer eens goede programma's in die zin gemaakt worden. Dat de kijkers weer naar die Nederlandse televisie gaan kijken. Maar je fantasie als vrouw, heb je fantasieën? Ja, jawel. Ja? Ja. Ja. Maar dat kost te veel leden als je dat gaat vertellen. Misschien zou het wel iets opleveren. You never can tell, maar ik doe het toch maar niet. Oké, ik hou je eraan voor de volgende keer. En Geert, ik mag Geert zeggen, hè? Ja, of ik een fantasie heb? Ik heb een fantasie dat ik mevrouw Jeltje haar fantasie kan waarmaken. Als zij de gay dating show op de nationale tv gooit, dan word ik het geweldige nationale televisie. Nou. Ik zal in ieder geval kijken. Jouw mediabeleid wordt gewoon beloond. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel blij ben dat ik vanavond 3 diva's op bezoek had die allemaal op hun eigen manier zichzelf heel erg waar maken. Het was mij een genoegen. Wat mij betreft, tot ziens, tot er.